Welkom allemaal bij mijn kanaal XenoVision. Vandaag gaan we weer een aantal nieuwe mods installeren voor je GTA 5 spel LSPDFR. Dit zal betreffen onder andere Nederlandse politieuniformen en Nederlandse politiebureaus en Ultimate Backup. In mijn voorgaande video op mijn andere kanaal hebben heel veel mensen moeite met de EUP-menu te installeren. Dus ik zal het iets duidelijker maken in dit video, zodat het niet meer fout kan gaan. En ik zal ook de link van deze video in dat opmerkingen in de comments plaatsen van mijn vorige kanaal. Laten we maar gelijk beginnen. Voordat we dat doen, vergeet niet even de pagina te liken en mijn kanaal te volgen. Dankjewel. Oké, zoals ik al aangaf, we gaan een aantal plugins downloaden voor dit video. Dat betreft de Ultimate Backup, EUP menu, Emergency Uniform Pack, Dutch EUP Pack, Dutch EUP LSPTFR en Ultimate Backup. En de Dutch Police Stations. Oké, we beginnen gelijk met het downloaden van de Ultimate Backups. We gaan helemaal naar beneden. En we drukken op het download knopje hier rechts. Nogmaals. Dat is het. Nadat het download is, gaan we het slepen naar onze Nederlandse politiefolder en we maken hier nummer 10 van en we gaan het dan uitpakken. Nadat het uitgepakt is, gaan we het bestand openen, het map openen en dan gaan we dit folder hier gaan we slepen naar ons GTA 5 main directory. Zo simpel is het. Dat was nummer 10. Gaan we naar de EUP menu. Download this file. Agree and download. Nadat het is gedownload, gaan we het weer slepen hier naartoe en dit wordt nummer 11. Ook uitpakken. En ook dit gaan we slepen naar onze GTA 5 main directory. Alleen het plugin folder. Oké, en dan gaan we naar de emergency uniforms. Download this pack. En dan doen we de OIV bestand, de onderste bestand OIV. Oké, ondertussen is die ook al klaar. En die gaan we ook hier naartoe slepen. Dit wordt bestand nummer 12. Dus dames en heren, meestal gaat hier dus fout in de omschrijving en staat dat de EUP-menu niet tevoorschijn komt op het moment van F11 drukken. We hebben nu een EUP-menu gedaan. Die hebben we gewoon geslepen hier naartoe. En het volgende is, we gaan de bestand, de OIV-bestand, dubbelklik opgeven met de muis. En we laten het openen in OpenIV. We gaan op installeren drukken. Install in mods folder, confirm installation. Oké, en het volgende stap is eigenlijk om GTA op te starten om te kijken of het wel werkt. Want hier gaat het dus meestal fout bij je trainen. Dus we gaan de Rage plugin dubbelklik opgeven met de muis en we laten even GTA opstarten. Er staat hier dat er een bestand EUP menu wordt geblokkeerd. We gaan die unblocken door yes te klikken en we laten even GTA 5 opstarten. Dit is weer een goed moment voor jullie om... de video te liken en op subscribe te drukken, zodat jullie mijn kanaal beginnen te volgen. We gaan dit stukje even overigens door laten spoelen, zodat je niet zo lang hoeft te wachten. Ik heb overigens heel even afgesloten, want ik wil je nog wel één ding laten zien. Als je het opent, druk dan eerst even op het instelling knopje hier. En dit kan ook in het spel overigens, dus dat maakt absoluut niet uit. Maar we vinken even EUP menu aan en we drukken op Save en Launch. Door middel van F4 te drukken in het spel, kun je Reload All Plugins intoetsen met je toetsenbord. En dan op Enter drukken. En vervolgens wordt ook alles opnieuw gereload. Eigenlijk precies hetzelfde als wat ik net heb gedaan.
Maar nu heb ik ervoor gezorgd dat het gelijk met het spel opgestart wordt, de EUP-menu. Dus we gaan het nu even laten doorspoelen. Tot zo. Oké, dames en heren, GTA is opgestart zoals jullie kunnen zien. En nu is de bedoeling dat je F11 kunt drukken en de EUP-menu tevoorschijn komt. En hoppa, EUP-menu is tevoorschijn gekomen. En het werkt ook. Oké, super. Overigens, F3 krijg je de Simple Trainer tevoorschijn. Voor de mensen die het niet weten, ik gebruik de PS5-controller, dus ik kan navigeren met naar beneden en naar boven. Maar op het toetsenbord werkt het niet met naar beneden en naar boven, maar dan werkt het met de toets nummer 8 en 2, met de pijltjes naar beneden en boven. Oké, dus stel dat de EUP-menu het toch niet doet bij jullie, druk je op Reload All Plugins, F4. Sorry, nogmaals. F4. En je toetst in Reload. Dan krijg je Reload plugins als eerst. Maar wij doen met de navigatieknop naar beneden. Tab knopje. Enter. En dan gaat hij alles opnieuw reloaden. En dit gebruiken we af en toe in het spel. En vaak hapert hij een beetje, maar dat maakt niet uit. Dat is omdat hij even alles opnieuw weer aan uitzet. Als we nu F4 drukken, dan ben ik weer geen agent. En wat we nu doen, is we gaan Force, F-O-R. Dan staat er al Force Duty. Druk je weer Tab, Enter. Dan ga je weer in dienst. En dan zie je ook Ultimate Backup is loaded. En F11, Wardrobe ook. EUP. Oké. Ultimate Backup overigens moet met de O, maar die doet het niet, omdat die staat ingesteld op de B. Zie je dat? Maar we hebben al een backup van LSPDFR zelf, dus dat gaan we ook gelijk even veranderen. Goed dat we dat gelijk hebben getest. En we gaan dus het spel afsluiten. We gaan gelijk naar plugins in onze GTA Main Directory folder. Gaan we naar LSBTFR, Ultimate Backup. Dit bestandje hier, rechter muisknop, open. En dan heb je hier key B. Dat veranderen we naar key O. Je mag zelf kiezen naar welke letter je het verandert. Dat is geheel aan jezelf, maar dit is voor mij het makkelijkst. En dan is dat ook geregeld. En het volgende keer dat we het spel opstarten en ik druk op O, dan komt het Ultimate Backup tevoorschijn. Zoals je zag kwamen net twee schermpjes tevoorschijn. Dat komt omdat B al voor LSBTFR is. Oké. Dan gaan we naar de Dutch EUP mod. Dat wordt nummer 13. En we gaan die uitpakken. Nadat het is uitgepakt, gaan we EUP. Even de readme bestand heeft geopend voor de zekerheid. Plaats de map EUP in mods update DLC packs. Dus dan gaan we open IV openen. Gaan we naar mods. Update X64 DLC packs. EUP. En we gaan dit bestand gaan we hier naartoe slepen. Oh, dat kan niet omdat je eerst edit mode moet aanzetten. Hoppa, dat was het. En dan hebben we nog de wardrobe. Wardrobe gaat daarna in plugins EUP in de GTA Main Directory folders. Plugin EUP. Hier zie je wardrobe staan. Hoppa. Dat is dan ook geregeld. En het volgende is dan Dutch EUP Convix voor LSPTFR en Ultimate Backup. Dus dit zorgt ervoor dat
Wanneer je dus gebruik maakt van Ultimate Backup, dat de backup ook Nederlandse uniformen ze dragen en ook de rest in het spel. Dit wordt nummer 14. Ook uitpakken. Dit eens kunnen we even sluiten. Hier kunnen we terug naar GTA Main Directory. En hier kunnen we nummer 14 openen. Oké. Wat je hier moet doen is de twee bestanden selecteren. Dus nogmaals voor de duidelijkheid. Nummer 14, Dutch. En deze twee mappen selecteren en kopiëren naar je GTA 5 Main Directory. En het laatste wat we gaan doen is de police stations. Die gaan we ook installeren. Dit wordt nummer 15. Uitpakken met WinRAR. En je hebt hier twee bestanden. Allebei moet je installeren. Met OpenIV. Gewoon dubbelklik. Heel simpel. Install. Install the mods folder. Confirm. We zijn er bijna. Nog tips voor mij? Laat ze dan ook vooral achter in de comments. En laat ook even weten of de EUP de vorige keer niet lukte en dit keer wel. Ik ben wel benieuwd. We drukken op close en dan gaan we naar de volgende bestand. Install the mods folder. Install. Oké, wat we nu gaan doen is. We gaan de game weer opstarten. Kijken of alles werkt. En of we geen fouten zien. Ik zal weer dit stukje voor jullie overslaan. Er staat overigens unexpected files have been found. We drukken gewoon op oké. Okay. Is helemaal niks boeiends hoor. Maak je geen zorgen. En we laten het spel verder opstarten. Oké, we zijn er bijna. De mensen die het interessant vinden. Ik speel GTA af en toe in mijn vrije tijd. En ik vind het best wel leuk om in de Nederlandse voertuigen en uniformen te spelen. En ik vind het leuk ook om het met jullie te delen. Zoals je ziet, het is opgestart. De eerste uniform is niet correct. Dat gaan we in een later stadium even veranderen. Maar dat maakt niet heel veel uit. We kijken even om ons heen. En ik zie een collega in de Nederlandse politieuniform. En daar ook. Dus dat gaat allemaal goed. En dan gaan we even naar een politiebureau waar we ook naar binnen kunnen. We zullen even deze erbij pakken. En nu laat ik jullie een mooi voorbeeld zien. F3. Ga naar teleport. Teleport the waypoint. Hoppa. En daar is de politiebureau met onze politie logo's. Dus dat werkt ook. De politiebureaus. En vervolgens druk op F11. EUP Law and Order. Oeh, die is nog niet goed geïnstalleerd, zie ik. Dus we zijn wat, denk ik, vergeten. Oh, sorry. Je moet naar wardrobe. Niet naar EUP menu. Wardrobe. Hoppa. Dus dat werkt ook. Heel mooi. En ultimate backup. Op de O drukken.
vraag voor local unit. Backup required in Rancho. Charlie 4, roger that. Rijkswaard staat, wegmisbruikers, alles zit ertussen. Hoppa, ook Nederlandse uniformen. Oké, super. Nou ja, dat was het dan, dames en heren. Dankjewel voor het kijken. Heb je nog vragen, laat dan vooral even achter. Vergeet niet mijn video te liken en mijn kanaal te volgen. Oh, daar komt ook nog mijn vrouwelijke collega. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.